We zien natuurlijk tig toertochten, maar zo'n clinics voor kinderen, dat hebben we nog niet zo heel vaak gezien. Nee, dat doen we met de Stichting Kanjers voor Kanen een aantal jaren. We doen dat altijd bij een toertocht in de Achterhoek ergens. De bedoeling is dat de kinderen met ons meegaan voor een motorbike-clinic. En dan kunnen de vaders en of de moeders de toertocht fietsen. En dan straks zijn ze aan het eind tegelijk klaar en kunnen ze samen weer naar huis. We hebben onze rechterhand de remmat in. Dan hebben wij de trappers. Rechtje, allebei. En dan moeten we horizontaal. En gaan we een beetje naar achteren zitten. Ja? En dan ga je gewoon lekker rechtdoor naar beneden toe. Hebt u veel kinderen die erg enthousiast zijn voor deze sport? Ja, het is natuurlijk ook een beetje afhankelijk waar we zijn en hoe de omstandigheden zijn qua weer. Maar veel kinderen vinden het hartstikke leuk om een keer een motorbike clinic bij ons mee te gaan doen. Zijn het altijd kinderen van vaders die al zelf ook al fietsen of moeders? Vaak wel, maar niet altijd. Niet altijd, nee. Is het ook om de gevaren te leren kennen voor het fietsen? Nou, het is vooral de behendigheid fietsen en wat je allemaal met een motorbike kunt doen. Mooi door het bos fietsen, maar ook wat erbij komt kijken qua techniek. Hoe ze een bochtje goed doorrijden, het remmen en het sturen. Maar ook het met kleine bultjes, het klimmen en het dalen. Eigenlijk in het verleden, doen dit al een aantal jaren. Er zijn heel veel kinderen die dus nu ouder zijn, die bij een andere club ergens in de regio fietsen en ook al aan wedstrijden meedoen. Dus die blijven fietsen vooral. Ja. Maar als ze nou ouders kijken waar hun kinderen nou ook die affiniteit hebben met fietsen, raadt u hun aan om zijn clinic eens te volgen? Ja, ze kunnen natuurlijk altijd mooi aan de clinics meedoen. En dat is ook mooi om te zien of ze dat echt leuk vinden. Wij geven meestal een reeks van 5 clinics in het seizoen. En dat sluiten we af straks bij het Achterhoek wielerspektakel. En daar komen nog veel meer kinderen. Deze is ook nog weer wat groter opgezet. En dan kunnen ze wat mooie kennis maken met het fietsen. En dan kunnen de ouders meteen zien of het wat voor hun kind is, ja of nee. De fiets hebben de kinderen zelf bij zich? Er zijn een aantal kinderen die brengen de fiets zelf mee. Maar ze kunnen bij ons ook gratis een fietsje lenen. Dan moeten ze voor die tijd even aanmelden. We hebben een aantal fietsen en ook een helm beschikbaar eventueel. Clinics, geeft u dat het hele jaar door of is het aan het seizoen verbonden? Dat is een beetje vanaf september. Wij doen er ook altijd nog 2 in mei op een andere locatie in het Mont Valland. Maar meestal is het vanaf september. Als die toertochten weer beginnen, dan doen wij ook die clinics. Dat is een landelijke organisatie wie dat geeft of is het puur elke vereniging of elke club individueel? Door het hele land heen zijn overal die toertochten vanaf september. Maar hier in de Achterhoek Twente zijn ze het eigenlijk wel het meest. Ja. Succes met de jeugd. Ja, dankjewel. Graag gedaan.